Agraris voor Suriname. Training van Moeder Aarde op KBF. En veel gebabbel in de speciale box. Goedenavond. Wij groeten vanuit het Kinderboekenfestival. Wij zijn Orisa, Christine, Piersa, Morales en Sharona. En ik ben Suli. Ben je weer klaar voor vanavond? Oké, ga maar lekker zitten, dan kunnen we beginnen. 2013 is voor Suriname een feestjaar. In totaal zijn er 3 jubileumdagen. 140 jaar Hindoestaanse immigratie, 150 jaar Kitikoti en 160 jaar Chinese immigratie. Samen is dat 450 jaar. En al deze bigiari zullen gevierd worden. De launch van de activiteiten in verband met het jubileumjaar vond plaats op het Onafhankelijkheidsplein vandaag. In totaal zijn ruim 125 activiteiten die georganiseerd zullen worden. Verschillende lagere scholen waren aanwezig om de 450 ballonnen in de kleuren van de Surinaamse vlag op te laten. De 450 ballonnen symboliseren jubileumjaren. Wij zijn vandaag hier met de school voor de 140 jaar Hindoestaanse immigratie, 150 jaar Kitikoti en 160 jaar Chinese immigratie. Ik vind het goed omdat we allemaal één bevolkingsgroep zijn en we horen met elkaar. Ik vind het goed dat ze dit organiseren, dus dat worden alle bevolkingsgroepen één. We gaan straks 450 ballonnen loslaten en dat vind ik leuk omdat ze in de kleur van de Surinaamse vlag zijn. De Nationale Commissie Herdenking Jubileumjaar is speciaal in elkaar gezet om al deze activiteiten te organiseren. De activiteiten zullen landelijk georganiseerd worden met alle bevolkingsgroepen in Suriname. Hebben we in harmonie een samenleving opgebouwd waarin men vreedzaam kan leven. We made it. Waarom is het zo bijzonder? Omdat we hebben 5 juni, Hindoestaanse migratie. 1 juli Kitikoti en 20 oktober Chinese migratie. Dus al die 3 jubilea dagen vallen in hetzelfde jaar. En toen heeft de president gezegd, wat jullie moeten doen, zorg ervoor dat we als natie dit gaan samenvieren. Samen gecoördineerd en landelijk. En dat hebben we gedaan. En vandaag is het begin van heel wat activiteiten die alle culturele groepen samen gaan vieren. Op 25 november zal er een emancipatiemonument onthuld worden die een krachtig volk zal illustreren. Nu kunnen we alvast onze sarong, koto, anisa, sari en pangi uit de kast halen. Want de eerste activiteit is al op 5 juni op het Onafhankelijkheidsplein. En dat wordt eenmalig een Nationale Vrije Dag. De tweede dag van het Kinderboekenfestival was ook goed bezocht. Sylvana Resida en Lisbeth Perotti hebben een boek en CD gemaakt, De Tranen van Moeder Aarde. Dit vonden de kinderen wel interessant, dus gingen ze mee op pad om hier een verhaal van te maken. In de stand wordt het boek door middel van een 3D-film, kleurplaten en muziek uitgebeeld. Lisbeth vertelt de kinderen van achter de piano meer over het boek. En het is een boek dat gaat over de tranen van moeder aarde. De aarde heeft heel erg veel verdriet, omdat we niet goed omgaan met de aarde. En heel erg veel verdriet, zo erg, dat soms misschien de zon zou kunnen stoppen met schijnen. Misschien te veel water, soms misschien helemaal geen water. Dit is een quattro. Wat betekent quattro? Welke taal is dat? Spaans. En wat betekent quattro? Vier snaren. Dat zijn de instrumenten en natuurlijk hebben we hier een piano. De kinderen waren erg nieuwsgierig. Ook aan de schrijver van het boek, Sylvana Resida, stelden zij een heleboel vragen. U heeft een boek geschreven. Waarover gaat dat boek? Nou, dat boek gaat over de tranen van moeder aarde.
Hoeveel dagen heeft het genomen om het te schrijven? Nou, het is niet in dagen geweest. Dat boek is het heeft jaren geduurd. De boodschap van dit boek is dat we heel netjes moeten omgaan met onze omgeving. We moeten lief zijn voor de aarde. We moeten lief zijn voor iedereen eigenlijk. Maar het meest moeten we ook letten op wat we verbranden. Hoe we omgaan met ons milieu. Waarover droomt die man? Die meneer, hij krijgt een droom. En hij droomt eigenlijk over hoe wij als mens met de aarde omgaan. Hij ziet eigenlijk zijn eigen gedrag. Hij ziet wat de mens doet met de aarde. De verbeelding van de tranen van moeder aarde is goed gelukt. Er hangt een heerlijke muzikale sfeer en door de communicatie over en weer wordt het duidelijk waar het boek over gaat. De kinderen hebben goed geholpen bij het maken van dit onderwerp. Morgen gaan we met de andere groep kinderen op pad. En ook vandaag hebben de kinderen zich uitgeliefd in de Bubblebox. Microfoon aan, camera aan en action! Wij zijn in de Bubblebox, we zingen en dansen in de Bubblebox. Wij zijn in de Bubblebox, we zingen en we dansen in de Bubblebox. We zingen en we dansen in de Bubblebox. Is gezellig en leuk in de Bubblebox. We zingen en we dansen in de Bubblebox. Is gezellig en leuk in de Bubblebox. Wij zijn in de Bubblebox, we zingen en dansen in de Bubblebox. Zo. Dag iedereen, mijn naam is Charissane Long Cheryl. Vandaag ga ik praten over zwemmen. Zijt je meke alive Adriet. En ik kom voor het eerst in deze bubblebox. En ik vind het heel leuk. Mijn naam is Shahir. Ik hou van gamen, zwemmen en andere dingen. En ik hou ook van gekke dingen te doen. Zoals dingen. Hoe vind je het bij het internationaal? Zo, het is groot zeg. Ja. Allerlei verschillende activiteiten. En ik kan ook heel veel leren. Laat zeggen, je gaat naar Cola Creek, kan je ook zwemmen hoeveel je kan. Hey, love you, man, love you, man. Je gaat over gezondheid leren, milieu, hoe je om moet gaan met je dieren. Over de wereld. Even nadenken, we hebben altijd tijd. Vanochtend als ik opstaan, zie ik jou als kreeg ik slaap in de klas en dan voel ik me echt niet cool goed. Wil ik uit de klas gaan en dan moet ik toch lessen volgen. Ik ga... Je was hier. Doei, tot de volgende keer. Doei. Nu kijk je naar Kimintuition. Je kan er heel veel dingen van leren. Doei. En dat was het dan weer voor vandaag. Nou, ik hoop dat jullie hebben genoten van deze uitzending. Tot morgen. Doei!